affiche vandaag in de hoofdklasse A. Twee ploegen in vorm. Sparta Nijkerk nummer 4 en koploper Huizen dat een voorsprong verdedigt ten opzichte van de Nijkerkers van 8 punten. Dat is een mooie marge voor de koploper uit Huizen. En Sparta Nijkerk is er dus alles aan gelegen om vandaag de 3 punten op de Ebbenhorst te houden en zo aan te haken als het gaat om de titelstrijd. De eerste bal vooruit richting Maurice van der Wild belandt uiteindelijk via Vossenbelt bij Mamri. Mamri natuurlijk naar binnen komend naar zijn linkerbeen, geeft een matige voorzet. Het uitkoppen is ook niet goed. Dan een mislukt schot van Buitenhuis en dan van der Wild met de eerste mogelijkheid voor Sparta Nijkerk. Bal op het dak van het doel, maar dichterbij is de spits van Sparta Nijkerk nog niet geweest. Huizen met balbezit, een inworp die uiteindelijk via Arnold Klein bij de spelmaker terechtkomt. Sebastiaan van Kammen met het goede paasje richting Limon, dan terug naar van Kammen. En dit is toch wel een grote kans hoor, voor van Kammen. Vrij uithalen vanaf een meter of 17, maar de bal wordt prima gekeerd door doelman Rijnvis. Sparta Nijkerk met balverlies van der Wild, maar de overname is er van Tim Crux. Duurt allemaal niet lang. Limon, sterk aan de bal, kan dan meegeven aan Edwy. En Edwy is snel, dat weten we nog uit de heenwedstrijd in Huizen. Toen was hij een plaag aan de rechterkant van het veld. Nu is zijn voorzet goed, maar wordt hij niet binnengeschoven door Pengel, die daar toch wel een behoorlijke kans kreeg. En zo zien we Huizen in de openingsfase de betere mogelijkheden krijgen in deze wedstrijd. Sparta moet winnen en Huizen dat mag winnen. En dat was te zien, Huizen dat frank en vrij speelde en Sparta dat moeite had met het vinden van elkaar. Dit paasje van Vossenbelt is wel goed. Keeper komt uit zijn doel, bedenkt zich dan en dan houdt Mamri die bal nog binnen. Komt er dan ook nog een voorzet? Ja, die komt er. En dan komt hier de kans voor Van der Wild. Nee, uitstekend keeperswerk in twee instanties weliswaar van Brian Willemsen. Voorkomt weer een kans voor Sparta en zo blijft het gevaar van de Nijkerkers een beetje uit vanmiddag op de eigen Ebbenhorst. Dit is een goed duel dat gewonnen wordt door Rademaker. Galata met ruimte en ook ruimte voor Harry Hamstra aan de linkerkant. Kan hij een keer zijn tegenstander voorbij? Nou, dat is niet nodig. Gewoon de voorzet geven bij de tweede paal. Staat daar iemand van Sparta Nijkerk? Jawel, dat is Mamri. Maar die kan uiteindelijk niet aan de bal komen. En zo is er nog een corner voor de Spartanen. Mamri met de corner bij Vossenbelt in de voeten. Die haalt hard uit, maar vindt het been van Kammen. En het opruimwerk is er van Huizen. En zo is dat gevaar weer verijdeld. Te Veldhuis met een prachtig paasje. Maar de buitenspelval werkt bij Huizen. Dit is de tweede helft met Mamri die de bal heeft. En verspeelt aan een Huizenverdediger. Maar tot zijn geluk ziet dat ze daar ook slordig zijn. En zo kan Van Rooij overnemen met Maurice van der Wild. Krijgt de bal met wat toeval bij Buitenhuis. Dan de bal naar de linkerkant. Naar Hamstra. Natuurlijk naar binnenkomend. Want hij is puur rechtsbenig. Geeft hem op Van der Wild. Van der Wild sterk. Goed klaargelegd. En dan Buitenhuis met de pegel. Maar helaas voor Buitenhuis recht op doelman Willemsen af. Die zo een eenvoudige redding kan verrichten voor de uitclub. Overtreding op Buitenhuis. Goed gezien door de scheidsrechter. Snel genomen door Van Rooij. Tempo wordt gemaakt door Sparta Nijkerk. Dat in deze fase beter was dan Huizen. En op jacht leek naar de voorsprong. Sparta dat hier wel de bal verliest. En dan in omschakeling altijd moet uitkijken. Dit is Rademaker met het terugspeelballetje richting Rijnvis. En Rijnvis verslikt zich dan. En dan is het een eenvoudig klusje voor... even kijken. Gerard Jones heet de beste man. Moeilijke voornaam, maar hij maakt simpel gebruik van een enorme blunder van Kevin Rijnvis. Die tot op dat moment uitstekend keepte, maar dit dus niet goed doet. En zo staat het toch wel een beetje uit het niets. 0 tegen 1 voor Huizen. Hoewel ze in de eerste helft natuurlijk de betere kans hadden. Dit is Vossenbelt. Sparta moet dus nog 2 keer scoren. Wil het titeldromen levend houden. Dit het harde schot van Van Rooijen. Maar uiteindelijk het uitverdedigen bij Huizen. Nu in de omschakeling. Nou ja, daar komt geen kans uit. Nu wel dan met de paas van Kammen. En de countermogelijkheid voor Huizen. Dit paasje richting Pengel is uitstekend. En dan gaan er ineens 3 in het geel-groen richting het doel van Rijnvis. Maar die man keepte vandaag geweldig. Alleen dat foutje van zojuist, ja, dat komt Sparta wellicht duur te staan. Dit is Edwy die te Veldhuis uitspeelt. Knappe actie van de snelle rechtsbuiten bij Huizen. Kijken waar de bal naartoe moet. Nou, die moet daar naartoe en dan moet Pengel scoren. Maar mist hij opnieuw de bal zoals hij dat in de eerste helft ook al deed. En dus kan Kevin Rijnvis simpel meegeven aan te Veldhuis. En zo is Huizen de gevaarlijke ploeg, met name in de omschakeling. Want bij Sparta Nijkerk wordt het zo'n beetje alles of niets. Kunnen de Nijkerkers wat creëren? Want het is hopen dat die bal een keer goed valt. Nou, dat doet hij nu. En dan moet Galata een beetje geluk hebben. Dat heeft hij niet. Hij schiet hard, maar vindt doelman Willemsen op zijn pad. Aan de andere kant, nogmaals Pengel, die de bal wat toevallig voor zijn voeten krijgt. Draaien op de 16 meter. Kan hij tot een schot komen? Dat kan hij. Maar daar vindt hij opnieuw Rijnvis. En dan is de rebound verijdeld door Rademaker. Sparta verliest op eigen veld van de koploper. En doet daarmee afstand van de titeldroom. Het gat is 11 punten. En dat gaan we niet meer inhalen.